Hier is Herman de Wijker. Ja. Nee. Pak even bij. Dat? Is iedereen. Wauw. Hey man, ja. Wil je daar gaan zitten? Ja, leuk. Ja, eerst even dat in de keuken. Ja. Wauw, jongen. Je eet het ook, hè, gelijk. Nou. Ah. Maar je hebt twee lammetjes meegenomen. Twee lammetjes. Goed dit seizoen? Ja, en toch, toch. Ik vind het toch altijd heel erg cru, dit. Nou, ja, zo lekker. Jawel, maar je hebt te maken met dit soort reacties, hè? Wat hoor je nu? Ah, waar is zielig dan? Ja, nou, weet je, als er een hoofd op zit, of is het hoofd al af? Het hoofdje is erover. Nou, dan kan het. Ja, maar ik weet dat het. Maar als je er zo. Het is toch pittig. Waarom heb je lamsvlees meegenomen eigenlijk? Midden in het seizoen. Ja? Hartstikke lekker. Asperges erbij. Ja. Nou, de boer op het programma. Ja, ik kan een rekje vlees ophangen, maar dit is echt. Dit is echt. Nou, helemaal goed. Je gaat het straks bereiden. Robert gaat je in de gaten houden of het allemaal goed is. Hij gaat me vertellen hoe dat moet inderdaad. Ja. Het wordt heel ingewikkeld. Er is namelijk een enquête geweest dat vrouwen, dames en heren, u mag zeggen als u niet mee eens bent, vrouwen het belangrijk vinden wat voor onderbroeken mannen aan hebben. Wij willen aan alle mannelijke gasten vragen wat voor onderbroek ze aan hebben. Wat voor onderbroek heb je aan? Is het een onderbroek of een bokser? Behalve die XXL wat erop staat, nee. Is het een. Je moet vragen of het een strak is of een bokser. Wat boksertje. Een boksertje. Dat schijnt dus helemaal in te zijn. Ja? Maar die slip, die is uit. Hoezo? Straks meer informatie daarover. Ja, ik ben toch zo benieuwd, maar ik ben blij dat je er bent. Geef me gewoon de applaus. Helemaal gelijk gedaan. Ga je nog even zitten? Ik schrok dat je met die dingen binnenkwam. Wilde je nou een heel gesprek beginnen of wilde je? Nee, we gaan er even uit. Dat dacht ik ook, ja. Zo hadden we het gedaan. Ja, dat dachten we. Ja, we maken het helemaal spannend nu, maar we zijn zo terug.